praten we verder met Frans Hamerslag en Sandra Beenhakker. Even voor de goede orde, beide in de gemeenteraad voor PS en voor de VVD. Klopt. Maar jullie dachten, kom, we gaan eens een cursus volgen. Jullie wisten dat niet van elkaar. Hoe zat het in elkaar, Sandra? We kwamen elkaar bij toeval tegen op een zaterdagmorgen dat ik Frans bij zag komen in Hoeve. En ik zei, hey Frans. En die was totaal verbaasd, want ja, die is vanuit zijn werk de training gaan volgen. Ik had mezelf aangemeld. En het gaat dan om een training leiderschap. En dat bestaat uit drie delen. Columbus, Mandela en Gandhi. En dit was het laatste deel. En dat is het stuk inspirerend leiderschap. Maar het laatste deel, in de eerste twee delen, hebben jullie elkaar niet getroffen? Nee. Klopt, in de eerste twee delen hebben wij afzonderlijk van elkaar gevolgd. Ik al wat langer geleden begonnen. En Sandra die heeft het in een soort van snelkookpan allemaal opeenvolgend. En het laatste deel, dus je volgt de delen afzonderlijk. En dat kan dus met elkaar of in een andere groep. En het laatste deel kwam wij bij toeval elkaar dus tegen. Ja. Hebben jullie zo'n cursus nodig voor je werk? Of zeg je dat is voor het gemeenteraadswerk ook erg handig? Beide en nog veel meer dan dat. Dus de bekende 1 en 1 is 3 of zo? Ik zou wel zeggen 4 of 5. Maar als het gaat over leiderschap, dan ben je zelf je eigen instrument daarin. En dan gaat het over persoonlijk leiderschap. Hoe geef je leiding aan jezelf, aan je leven? En dat vertaalt zich ook door naar zowel gemeenteraadswerk als naar bedrijfsmatig werken. Dus eigenlijk in al je leven en alles wat je daarin doet, heeft daar profijt van. Ja. Sandra, die cursus die eindigde niet met een examen, maar wel met een opdracht. Ja. En die mocht je zelf verzinnen of werd dat opgelegd? Klopt, je mocht voor een bijzondere doelgroep, en die mocht je dan zelf benoemen, een evenement organiseren. Die moest in ieder geval 6 uur aan 1 gesloten zijn. En je begint met 0 euro. 6 uur? Ja. Dat is heel lang. Ja, dat was een pittige klus. We hebben gekozen voor eenzame ouderen. Dat sprak ons als groep aan. Dus daar zijn we mee begonnen. En vervolgens zijn we in de training zelf al begonnen met het bellen van bekenden. Om sponsorgeld te krijgen of diensten. Want het gaat erom, we hebben een locatie nodig, we hebben eten nodig, nou, enzovoort. En uiteindelijk hebben we op 27 juni in de Doelen in Rotterdam voor 450 ouderen een waanzinnige dag neergezet. Een onvergetelijke dag. En die moesten 6 uur blijven zitten? Nee, we hebben in 4 shifts gewerkt. Waarbij dus op 4 momenten er ouderen binnenkwamen. Omdat je ook een stukje aandacht wil geven. En op het moment dat er 450 mensen tegelijk binnen zouden komen, dan valt dat een beetje weg. Frans, waren jullie de enige twee in die club die dat moesten organiseren? Of was dat een hele grote groep? Het was een grote groep. We waren met 34 man, 35 man. 34 man, die cursusgroep. En gezamenlijk, nou, die hebben we verdeeld in allerlei subgroepen die zich met bepaalde onderdelen van het organiseren van zo'n evenement bezighouden. Ja. En Sandra was de projectleider. Ja. Dat kun je even speciaal benoemen, want dat is een hele belangrijke taak geweest. Je kunt een idee hebben, maar ik kan wel zeggen, ik wil het in Ahoy doen, maar dan moet het wel allemaal kunnen en beschikbaar zijn. Was dat snel geregeld? Ja, dat was heel snel geregeld, maar dat is eigenlijk op basis van, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en netwerk. Dus er is een groep aan de slag gegaan vanuit catering die goede contacten hadden. En er is ook weer een groep logistiek die goede contacten hadden met bijvoorbeeld een busmaatschappij. En zo probeer je steeds mensen aan te lijnen, eigenlijk door gewoon te vragen van, nou, we willen iets moois organiseren. Dit is het doel, kun je ons helpen? Ja, jullie hadden natuurlijk een soort verlanglijstje gemaakt, wat je allemaal wilde doen in de doelen. Ja. Is dat een beetje uitgekomen? Ja, in grote lijnen is dat uitgekomen. Ja, zeker. We hebben van heerlijke broodjes en Dudok-taartjes tot aan handmassage, tot aan prachtige artiesten. Dus koren, maar ook als klap op de vuurpijl dat Lee Towers in de ochtend bezocht heeft. Me raden, hij zong You Never Walk Alone. Ja, onder andere. En toen dachten al die bejaarden, nou moeten we de marathon gaan lopen, of was dat niet zo? Het spreekwoordelijke dak ging er wel van af. Ja? Lee Towers heeft iets fantastisch neergezet. Hij heeft onze ouderen, zoals ik ze wel even liefkozend mag noemen, een onvergetelijke momenten bezorgd. Maar hij straalde zelf ook heel erg van het evenement en wat hij daarin kon betekenen. Dus ja, dat was heel erg mooi. Hij hoort inmiddels bij die groep zowat natuurlijk. Het is zijn doelgroep. Hij is zelf ook 73 ondertussen. Ja. Nog behoorlijk energiek. En het mooie is, we leggen dit soort contacten, we vragen het. De Doelen heeft zichzelf kosteloos beschikbaar gesteld, maar ook Lee Towers heeft zichzelf kosteloos beschikbaar gesteld. Door gewoon te vragen, willen jullie iets betekenen hierin?
Nou, en zo ontstond dus ook het contact met Lee en ook het contact met de doelen. Heel mooi hoe je ziet dat de samenleving in de breedte achter een goed idee gaat staan. En dat je dan in korte tijd, wij natuurlijk met z'n 34 als regie, maar iedereen die daar vervolgens aan mee gaat doen, iets heel erg moois neer kan zetten. Ja. Sandra, hoe kom je aan de adressen en namen van dat soort mensen die daarvoor in aanmerking komen? Je bedoelt ouderen? Ja. Ja, we zijn echt deur aan deur op plekken gaan kijken van, nou, daar woont zeg maar de doelgroep. Maar ook verzorgingshuizen waar mensen toch dag in dag uit aan huis gekluisterd zijn en afhankelijk zijn van uitjes in zo'n locatie zelf. En dan ga je tijdens de koffietafel langs om te vragen of mensen interesse hebben. Ja. En buurthuizen, net als wat we hier in Schiedam hebben, wijkondersteuningsteams. Zo heb je dat in Rotterdam ook, op die locaties gaan vragen. Het waren allemaal Rotterdamse bejaarden? Of ja. Ja. Ja, klopt. En Frans, nou naar Schiedam? Nu naar Schiedam. Dat zou ik niet zo 1 op 2, 3 willen zeggen op die manier. Dat gaat te snel. Maar is zoiets in Schiedam ook mogelijk? Natuurlijk, als je een groep enthousiaste mensen hebt die hun schouders daaronder willen steken, dan is dat mogelijk. Dan kan dat net zo goed in Schiedam. Ja, nou ja, een cursus volgen en opdracht geven om het in Schiedam te doen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ja, de vraag is, heb je daar een cursus voor nodig? Of ga je met volgens een groep mensen... Precies. Nee, ga je met mij een groep heeft, mensen bij elkaar zitten en zeg je van, zullen we eens gewoon iets aanpakken? Ja, volgens mij heeft Jan-Willem de Boer in het verleden dat met verven gedaan. Dus die was ook wel heel groot dat wij dat deden. En die had zoiets van, ja, volgend jaar weer, laat het weten. Dus ja, het is nu wel heel leuk. Dus ja, het gaat erom een groep enthousiaste mensen die zich in wil zetten. Het is vaak buiten werktijd. Voor ons was het buiten werk en politiek en gezin om. Maar ja, als je met veel mensen bent, met verenigde krachten, kom je een heel eind. Ja. En je kan het ook in de praktijk brengen, gewoon in dagelijks leven. Dus op het moment dat je in de supermarkt staat om verbinding te maken, op het moment dat je in de lift staat, dat je niet je rug naar iemand toekeert, maar gewoon het gesprek aangaat met ouderen. Nee. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat je verbinding zoekt met elkaar. De cursus die jullie volgden was niet gekoppeld aan een diploma, maar wel geslaagd in ieder geval. Zeer zeker geslaagd. Nee, geen diploma. Een certificaat krijg je dan wel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom welke meerwaarde haal je er voor jezelf uit. En hoe kan je daarin de meerwaarde die je voor jezelf uit ook weer overdragen aan anderen. En dat hebben we heel mooi ontwikkeld. Goed. We wachten in spanning af, maar leuk dat het geslaagd is. En wie weet gaan we in Schiedam verder. Zeer zeker. En als groepen hebben we nog steeds heel nauw contact met elkaar. Ook al is de cursus nu afgelopen. Ja. We vinden elkaar, de appgroep is fantastisch. Ik even attenderen op het shirt, vooral op mijn rug. Team Leef, zo hebben we elkaar genoemd. En dat Leef, dat hebben we echt in de praktijk gebracht. Heel mooi. Hartstikke goed. Bedankt zover.